het was vandaag ook een hele bijzondere dag, want in het Hortus werd het muurgedicht onthuld. Het eerste muurgedicht in gebarentaal ter wereld, heb ik gehoord. Wat betekent dat voor jou dat er zo'n gedicht wordt gemaakt in gebarentaal? Ja, dit is echt geweldig. Ik ben ontzettend blij dat er eindelijk een gedicht in gebarentaal als muurgedicht is onthuld. Want in deze openbare ruimte kan iedereen, doof of horend, dit gedicht zien. En voor mij persoonlijk is het belangrijk omdat gebarentaal nu meer erkenning krijgt. Hier in Leiden zijn honderden gedichten in verschillende talen op de muur gezet. Maar gebarentaal was er nog niet bij. Terwijl de Nederlands gebarentaal een Nederlandse taal is. En nu is er eindelijk erkenning voor deze Nederlandse taal. En ik ben heel trots dat we respect krijgen voor onze taal. En dat het een van de talen, een van de muurgedichten nu is. En wat vind je van het gedicht? Kun je er iets over vertellen waar het over gaat? Het muurgedicht heet Polder. En Wim vertelt daarin, ik vind dat wel moeilijk hoor, om dat in gewone taal even uit te leggen. Want het is een visueel gedicht, het gaat over de polder, wat daar gebeurt. Ja, hoe moet ik dat nu even zomaar in een paar woorden vatten? Ik denk dat het mooier, leuker is als mensen gewoon zelf langskomen in de Hortus. En hij staat in de polder. En hij wordt gefilmd van verschillende kanten. En daar vertelt hij dus iets over de polder. En ja, dat is visueel zo sterk, dat moet je zelf komen bekijken. Is zo'n gedicht in gebarentaal, is dat iets wat een brugfunctie kan hebben tussen de wereld van de doofgemeenschap en van de horende mensen? Daar geloof ik wel in, want bij de presentaties net zei iemand ook, vroeger hadden dove mensen het gevoel dat poëzie iets voor horenden is en niet iets voor doven. En nu ontdekken ze dat poëzie in gebarentaal kan, dat het mogelijk is. En dat het muziek, poëtische teksten bij muziek zijn heel belangrijk voor horende mensen. En gedichten zijn een heel belangrijke uiting in taal. En horende mensen nemen gedichten, nemen poëzie ook heel erg serieus. Dus een gedicht in gebarentaal betekent dat horende mensen de gebarentaal serieus nemen en hoger aanslaan. En zo zijn we eigenlijk gelijkwaardiger in onze kunstuiting en in onze taaluiting. En kan het dus zeker een brug zijn tussen horende en dove mensen. En het is ook belangrijk voor het perspectief van horende op dove mensen. Want wij als minderheidsgroep, ja, wat de horende mensen van ons vinden, dat is eigenlijk heel erg belangrijk voor onze toekomst. Ik denk als horende mensen een positief perspectief op ons hebben, dat ze ons ook kunnen steunen in de verdere ontwikkeling van de gebarentaal. Want vroeger, dus van 1880 tot 1980, 100 jaar lang, is de gebarentaal verboden geweest in Europa en in Nederland. Dove kinderen mochten geen gebaren gebruiken en ze kregen zelfs straf, werden op hun vingers geslagen als ze een gebarentaal gebruikten. Dus die onderdrukking, die discriminatie die er geweest is, een positieve, respectvol perspectief op de gebarentaal is heel belangrijk. En heel belangrijk voor de ontwikkeling van de gebarentaal in Nederland. Dankjewel. Ja.